Er bestaat geen vrijheid tenzij de artistieke vrijheid. En die vrijheid is een voorwaarde voor de artistieke creatie. Is een kunstenaar die die vrijheid niet voor zichzelf opeist, niet buiten de samenleving gaat staan, is ook niet in staat om iets te produceren dat op een of andere manier over die maatschappij ook echt reflecteert. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de journalist. Je kan niet midden in de gebeurtenissen staan en geëngageerd zijn en over die gebeurtenissen dan ook nog eens objectief berichten. Dat is uitgesloten. Het is niet voor niets dat er dan ook in de grondwet staat onder de noemer de vrijheid van meningsuiting. Nu, dit is gewoon de vrijheid van expressie. Ik denk dat alle kunst indirect politiek-liberaal geladen is omdat ze daarvoor staat in onze traditie, ja, voor die vrijheid. Maar ze toont daarbij ook iets anders, hoe moeilijk dat die vrijheid is. Ik denk dat dat het hele punt is waar de kunst om draait en waarom ze zo belangrijk is. Ze toont dat wanneer dat je begint van het weten wat je ontzettend veel vrijheidsrechten gaat hebben, omdat je meestal niet meer weet wat je eigenlijk wil doen. Dat is de vrijheid van de woestijn. De meeste mensen lopen daar al weg natuurlijk, omdat ze geen idee hebben hoe je in een woestijn een habitat maakt. Die woestijn is niet dat er niks is, die woestijn is het van het witte blad, is een heel ander soort woestijn. Je ziet veel te veel mogelijkheden en je moet ze beginnen te organiseren. Stel ik het romantisch voor? Ik denk het niet. Ik denk dat dat eigenlijk ook de problematiek is van de vrijheid in iedereen zijn leven. Alleen is de ruimte waarbinnen dat de kunst gemaakt wordt, en dat kan letterlijk worden genomen voor mij, dat bijvoorbeeld de studio die compleet leeg is, waar de danser in aan het opereren is, en die boordevolle mogelijkheden ziet, maar die moet je organiseren zonder dat je een idee hebt waar dat gaat uitkomen. Eigenlijk is dat een zeer bazaal idee van vrijheid. Dat is niet de vrijheid van ik voel iets en ik koop het. Dat is... Ik denk dat dat niet vrijheid is. Vrijheid is een verantwoordelijkheid kunnen opnemen in een situatie van overvloed. En wat je nu weet, hoe dat je die verantwoordelijkheid moet opnemen. En daarom is de kunstenaar zo'n emblematische figuur. De kunst is natuurlijk in de loop van de voorbije decennia geweldig gemediatiseerd. In de zin dat het bestaat niet tenzij het bij gratie van de media bestaat. Dat is natuurlijk een dramatische ontwikkeling. Ik heb wel eens gedacht dat in feite de meest subversieve positie die een kunstenaar vandaag kan innemen een anti-mediamieke positie is. En zit ik in feite al een hele tijd te wachten op een nieuw soort van kunst die vanuit de bodem komt. Het probleem is eigenlijk, sinds dat de Berlijnse muur gevallen is, hebben we allemaal gekozen voor dat radicale kapitalisme. We zijn tenslotte toch al allemaal, als ik mensen bezig hoor, zeer doordrenkt van het neoliberale discours. We doen allemaal aan marktonderzoek en we doen allemaal aan publiekswerving en we zetten een publiek een product in de markt en we doen aan benchmarking, etc. en quality control en noem het alle lelijke en vuile woorden samen. Ik heb heel veel contact met heel jonge kunstenaars. Ik denk ook, blijf zo lang mogelijk onbekend, want als je bekend wordt, ga je in die rat race zitten en je schilderijen worden slechter. Dat is gewoon bewezen. Je moet sneller gaan schilderen, want er is veel meer vraag voor. Je denkt dat je goed bent, want je bent geconfirmeerd en je bent minder kritisch. Wie het geld heeft, betaalt de richting dat de kunst zal uitgaan. En er zijn weinig kunstenaars die aan dat dictaat ontsnappen. Als we kijken naar de macht in de beeldende kunst, dan zien we daar een personage als Mondiaal, Sheikha Mayassa, de zuster van de huidige emir van Qatar, die op de internationale markt systematisch 40 tot 50% meer biedt op de algemeen aanvaarde prijs. Het hele punt naar de volgende verkiezingen toe is dat we niet weten wat er op het spel staat. Voor welke cultuurpolitiek staat de N-VA? N-VA heeft heel veel losse initiatieven genomen, maar er is geen samenhangende visie ergens te vinden in N-VA-documenten of waar dan ook. Of in uitspraken. De politieke partijen ook niet trouwens. Dus wat de Socialistische Partij nu doet en zo, wat zij gedaan hebben na 2008.
Ik dacht, de socialisten gaan nu eigenlijk bewijzen dat kapitalisme slecht is. Ze hebben gewoon hun geld geteld. Hè. De diagnose is, Vlaanderen zat zeer lange tijd in een postpolitieke conditie en het beste werd dat gesignaliseerd door de verkiezingscampagne van de Termen, die als primair politieke punt had, goed bestuur. Terwijl ik heb altijd een onderscheid van in mijn eerste kandidatuur zalen ergens leren maken tussen enerzijds bestuur en administratie en anderzijds politiek als de ruimte waar dat het juist gaat, wat wil je met die administratie eigenlijk doen? Zelfs als er een N-VA cultuurminister komt, dan zie ik dat die dat kunstendecreet niet zomaar meteen openbreken. Tenzij dat de N-VA plotseling 40% op gaat halen, dat is iets anders. Dan krijg je, Het is toch in Nederland wel gebeurd. Ik was wel zus hoe snel in Nederland alles weg is. Maar alles. Als de N-VA zegt en nu zijn wij aan zet, dan wordt er radicaal geliberaliseerd en tegelijk radicaal gezegd, jongens, de KVS doet een avond om te zeggen, België splitsen niet in onze naam. En de Wever zegt, als het aan mij zou liggen, krijg je daar geen subsidies voor. Hallo, dat is een duidelijk signaal. Mijn reserve tegenover heel veel schimpscheuten naar de N-VA en de Wever is, maar sorry, je kan toch niet iemand beschuldigen van het feit dat hij macht gebruikt om zijn politiek mee te voeren. Iets anders is, er is ook geen echte politieke oppositionele kracht daar tegenover. We kunnen daar ons ongenoegen over uiten enzovoorts, maar ik neem vooral akte van het feit dat je geen echte arena hebt waarin dat politieke krachten op elkaar botsen en dat daardoor zo makkelijk het N-VA ook hegemoniale politiek kan voeren. Ja, maar ik heb nooit gezegd dat het N-VA niet aan politiek mag doen. Ik ben tegen die politiek. Dit is een land dat altijd heeft geschitterd door repressie tegen kunstenaars. Er is nooit een vriendelijk klimaat geweest tegenover de kunstenaar. Dat vriendelijke klimaat is iets van zeer recente datum. Wij hebben een systeem gehad van voortdurende negatie, van discriminatie, van een statuut dat er eigenlijk niet was. En we hebben de ene grote na de andere voortgebracht. Intussen doen we dat al eeuwen. Er zullen altijd gedichten geschreven worden. Of de N-VA nu aan de macht is, of de socialisten, of we nou in een communistisch China zitten, een dictatuur of niet. Er wordt altijd kunst gemaakt. Dus kunst heeft niks nodig. Die subsidies die zijn er om een minderheid te verdedigen tegenover een gemanipuleerde meerderheid. Zo zie ik dat. Je moet durven scherp blijven denken en dan zeg ik gewoon, in een ideale maatschappij zou ik kunnen zeggen, jongens, geef een goede kunstenaar, selecteer ze desnoods, geef die een cel, geef die een atelier en eten en drinken en eens een beetje wijn en een jointje of zo. Dat is je goed voor en laat die in godsnaam creëren. Want er komt iets uit voort dat we wel nodig hebben. Ik geloof in de kracht van het autonoom werk. Dat soort discussie, hè, dat gaat vernietigd worden. Die manipulatie is al bezig. Dit is bezig in het FAF. Het FAF, het filmfonds. Daar zitten ook N-VA mensen. Als een film internationaal opent, omdat je meertalig bent, een scenario indient waar je meertaligheid, forget it. Maar ik weet, bij Niet-Compagnie, wij hebben 9 nationaliteiten. Ik ben er zeker van, met de nieuwe subsidie dan net met de minister van Cultuur, dat de N-VA, dat gewoon al 9 nationaliteiten in 1 gezelschap finished. Wij zijn gedaan, dat weet ik zeker. Overleven, natuurlijk overleven we. Maar dat is wel wat er gaat gebeuren. Ik ga het eens heel bot zeggen. Met het talent dat ik heb, hè, en het ondernemerschap dat in mij zit, was ik in een extreem kapitalistische samenleving op mijn sokken heel rijk geworden. Ik heb gekozen om dat niet aan deel te doen. Ik heb subsidie gevraagd en wij hebben allemaal bij Niet-Compagnie 17 mensen een CAO minimumloon. Ja? Daar leven wij 25 jaar en wij vinden dat fantastisch. Dus cynisch is, oké, dat schaffen we af, alleen dan gaan we rijk worden. Als draagvlak voor kunst, ik weet niet of het grote vraag is geworden, maar anders is geworden als mensen anders naar dat kijken wat in het kunstcircuit komt. Als in het kunstcircuit gewoon ook iets anders wordt geproduceerd dan pakweg in de jaren 60, dan heeft dat te maken met
Maar eigenlijk de veranderingen in de economie. Er is gewoon een geweldig groot commercieel aanbod dat gemaakt wordt los van subsidies en waarbinnen dat een groot aantal van de manieren van werken, ideeën omtrent creativiteit, etc., die in de kunst leefden, eigenlijk zijn opgenomen. De popmuziek is het beste voorbeeld. Je hebt een hele alternatieve sector die zonder overheidssubsidies draait. En waarvan veel mensen vinden, dat is kunst. Dat geeft hen eigenlijk het idee van wat is esthetisch verantwoordelijk muziek. Dat is om het grootste cliché in Vlaanderen te zeggen, dat is Deus. Want waar zit op dit moment, wordt op dit moment misschien zeer interessante beelden gemaakt, dat is in soaps. Ja, dus het hele, alles bifurkeert binnen de commerciële logica in een meer artistiek verantwoord segment. En anderzijds laten we zeggen het platte vermaakte segment. Wat is het gevolg veel van wat eigenlijk in dat meer artistiek-commerciële segment is gebeurd? Dat komt terug in het kunstcircuit. En ik vind dat veel belangrijker om in die lange termijn te kijken naar de plaats van de kunst in de samenleving, dan nog eens gaan door te komen over eigenlijk een contingente politieke maatregelen. De goede soaps die komen uit Amerika. Hè? En Vietnam ook een beetje, maar vooral Amerika. Maar die hebben het maakt een Engelse soap en je hebt misschien 100 miljoen toeschouwers. He? Dus die kunnen die middelen genereren om extreme dingen te maken. Dus extreme, subversieve dingen gebeuren inderdaad in de soaps, niet in theater in Amerika. Want dat genereert geen geld meer. Die hebben daar moet subsidies voor geven. Maar voor die films, die Amerikaanse films, dat is worldwide. De Belgische, de Vlaamse film, een Vlaamse soap, wordt dan moeilijker. Vandaar ik zeg, je moet subsidie geven om dat extreem kapitalisme dat in Amerika gebeurt, en waar wonderlijke dingen ontstaan, kan alleen maar door die grote macht die zijn, door die globalisering van die Amerikaanse cultuur. En de Duitsers hebben dat heel goed begrepen. De Duitsers is het enige land in Europa dat zegt, wat wij gaan doen. En die pompen daar geld in, je kunt niet geloven. Waarom mis ik in België plotseling het klassieke werk? Waarom bestaat er geen goede Shakespeare? Regisseur meer in België. Waarom zijn die allemaal weg? Waarom is het bijna hetzelfde als KV's, bijna hetzelfde als... Het is allemaal een beetje hetzelfde aan het worden. Dus die polarisering is een beetje weg. Dat spanningsveld is verminderd. Dus de jonge generatie, zeg ik, zie dat spanningsveld terugkomt. Ja, dit zijn de funeste uitkomsten van de professionalisering. Met al dat geld, uiteindelijk, dat bevordert ontzettende professionalisering, maar wie wordt daar, en ik weet dat ik nu riskeer ook populistisch te praten, wie is daar het beste van geworden? Dat zijn zeker niet de kunstenaars, in het bijzonder niet binnen de beeldende kunsten, maar ik twijfel ook eigenlijk binnen de podiumkunsten, waarop de flexibiliteit van onze werkomstandigheden onder de muzici soms schrijnende vormen aanneemt. En wie blijft op de vaste jobs allemaal zitten? Dat zijn degenen die in de organisaties zitten, met andere woorden, in de medierende organisaties. Dus professionalisering brengt een soort verschuiving in de machtsbalans in het veld teweeg. En je alludeert daarop. Het gevolg is dat eigenlijk de organisatie voortdurend programmaformats aan het definiëren is en thema's waarbinnen dat een kunstenaar al dan niet zou passen. Moest ik nu kunstenaar zijn, ja, ik zou inderdaad met een slogan die liever zeer vaak gebruikt zeggen, fuck format. Wat verlangt men eigenlijk van een kunstenaar? Wat moet ik doen? Ik weet wat ik doe. Ik weet hoe moeilijk het is wat ik doe. En men vraagt dat nu te vermakkelijken. Ik moet het makkelijker maken of ik moet het herzien. Ik moet misschien zelfs stoppen met kunst te maken. Ik ga nu een marslied schrijven om de revolutie te leiden. En dat marslied is dan mijn kunstwerk. Dat is geen kunstwerk. Dat is een illustratie van die. Wat doet een kunstenaar? Een kunstenaar die creëert problemen. Die lost geen problemen op, die zoekt problemen, die zoekt vragen. En elke week dat ik maak, zoek ik een moment waar ik een autonoom beeld kan. Ik zoek dat, ik probeer dat te verkrijgen en soms lukt dat. En dan denk ik, nu heb ik iets bereikt dat ik belangrijk vind. De discussie zou weg zijn, men zou nooit kunst in twijfel trekken, moest elke kunstenaar, elk werk dat hij maakt, briljant maken. Waar iedereen bij een kat zwembalt en de wereld is veranderd. Natuurlijk wil ik dat ook. Maar dat is een beetje moeilijk. Het beeld dat mee de revolutie leidt, is voor mij onmiddellijk te demagogisch in zijn inhoud. Want dan begrijp ik het.
En ik wil eigenlijk gefascineerd worden door een beeld dat ik niet begrijp, maar dat mijn blik verandert, dat mijn gedachten veranderen. Ik stel vast dat ik al 3 kassels lang, 3 documenten lang, ongelooflijk fascinerend werk zie dat heel dicht zit bij een documentaire. Bij het documenteren van processen in de maatschappij, bij de antropologie, bij de politiek. Maar waar is het beeld gebleven? Fantastische beelden, man. Fantastische beelden. Jawel. Het zijn documentaires, moet je een journalist worden of niet? Nee, ik sta ervoor. De essentie is verdwenen. Ja, maar goed, en dan heb je de street art, waar Gerald Averwees, Banksy. Je hebt de Laboratory of Insurrectional Imagination van John Jordan. Je hebt Jonas Staal. Je kan een hele waslijst geven van kunst die niet valt binnen dat oude paradigma. Maar je het ook zien, en ik vertrek hier vooral vanuit de beeldende kunsten, waar het zich ook het meeste voordoet, na concept art. Was het een beetje op. Ja, en krijg je nu andere paradigma's die uitgeprobeerd worden? Ik heb een groot probleem mee. Politiek, veel meer dan esthetisch, is dat al die politieke documentaire kunst een zeer dominant begrip van politiek ziet reproduceren. En voortdurend gaat over datgene wat politiek ontzettend gemediatiseerd is. Ontzettend veel video's over de multiculturele stad. Ontzettend veel video's over nog eens Palestina en Israël enzovoort. En dan heb ik iets van, is dit echt kritische politieke kunst? Of is dit gewoon politieke kunst die meedraait in de mediatisering van de politiek zelf? Het was tot nu toe zo'n wondermooie avond voor mij. Ineens geef mij het woord, maar ik heb dat het woord helemaal niet nodig. Ik ken die lol van. Van een die naar de meeting gaat, en applaudisseren, gaat gelijk. De volgende komt, zegt juist tegenovergestelde, gaat gelijk. Waarop dus zijn vriend zegt, ja maar jij heeft dit regelijk, gaat ook gelijk. Oké, dankjewel.